Deze nieuwsopname is echt nieuws. We gaan kijken naar een filmpje en dat is gepubliceerd op 4 oktober 2019. En dat is vandaag. Dit filmpje is gemaakt door het YouTube kanaal The John Henry Weston Show. En ja, hier kan je hier lezen. Ik zal het een beetje groter maken. Oh, een beetje flow doen. En laat ik het even voorlezen waar dit over gaat. Het is de John Henry Weston Show. Dat is een kanaal en dat bespreekt zaken rond en in het Vaticaan. Het gaat puur over het reilen en zeilen van de Universele Kerk, de Romeins Universele Kerk. En John Henry Weston is zelf een katholiek. En dan een katholiek die alleen geïnteresseerd is in het geloof. Dus hij is niet van de eenheid van kerk en staat. En hij is kritisch op het handelen en wandelen van pausen in het algemeen. En van het handelen en wandelen van de huidige paus. Die heette vroeger kardinaal Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio. En nu heet hij Franciscus de Eerste. Nou, en er staat hier, this week the Amazonian Synod will be underway. This is expected to be the most severe calamity for the faith the church has ever known. And let us pray that it won't turn out as dire as it threatens. Ik weet niet hoe roestig jouw Engels is, maar zullen we het even in Google Translate gooien? Dit is ferme taal, dit hoor. Nou, dit is Hebreeuws, maar dat hebben jullie vandaag niet zo'n zin in. Deze week is de Amazoniaanse synode aangekondigd. Naar verwachting is dit de ernstigste ramp voor het geloof dat de kerk ooit heeft gekend. En laten we bidden dat het niet zo verschrikkelijk wordt als dreigt. Ja, er is hier een probleem in het land van de Romeins Universele Kerk. Ik heb de eerste 32 seconden overgeslagen, want dat is toch alleen maar een trailer. Zo. En dan begint hij nu te praten. En als hij dan wat gezegd heeft, dan doe ik weer pauze. En dan bespreek ik even wat hij zei. Het is in het Engels. En deze man is dus John Henry Weston zelf. Maar er zit een hele organisatie bij. En die audio is erg mooi. En als je de audio afluistert met een hoofdtelefoon, dan kan je horen dat ze er ook aan gefiemeld hebben. Ze hebben een galm erop gezet. Een reverb op zijn Engels. Een reverbo. Dat het een beetje statig klinkt. Het is heel netjes. Hier zit geld achter. We have arrived. This week the Amazonian Synod will be underway. This is expected to be the most severe calamity for the faith the church has ever known. And let's pray that it won't turn out as dire as it threatens. A few cardinals have warned of apostasy and heresy in the working document prepared for the synod, but most have remained silent. Oké, dan wil je ook even weten wat apostasy is en heresy, hè? Even erbij pakken. Apostasy staat heel eronder. Apostasy en dan heresy. Dat is afvalligheid, dus dat je afvalt van de kerk en ketterij. En ketterij is dat je iets doet wat helemaal niet mag. Het woord ketterij overigens komt van het Griekse woord
staren, een catharsis. En dat slaat op zuiveren. Catharsis is een reiniging. En de Katharen, dat waren mensen die waren zuiver in de interpretatie van de Bijbel. En die Katharen zijn zo'n beetje allemaal afgeslacht door de Romeins Universele Kerk. En daar komt het woord ketter vandaan. Tenminste, zo is mij verteld. We in the faithful cannot remain silent, because it's the faith of our children that is being threatened. It's our right as Catholics to have the faith of Jesus Christ handed down faithfully by our priests and bishops, and especially by the Pope. But in this time, we have had the opposite, especially from Pope Francis. He has gravely harmed the faith, and it's time to say it out loud. For the love of Christ, for the love of His Church, for the love of our Blessed Mother in Heaven, for the love of our children for whom we live to pass on the one true faith, we must proclaim from the housetops, enough! Let us cry out to God as the Israelites did in the Old Testament, for many ministers in His Church are betraying Him. The faithful clergy who have fought to defend the teachings of Christ are downtrodden by the Pope, while those who seek to spread confusion and error are promoted and honored. Nou, wat hij hier zegt is dat degene binnen de kerkelijke hiërarchie die, ja, wat hij dan zegt, open en eerlijk zijn en zich gedragen naar de schrift en de schrift zien als de schrift. Nou, wat in het geval van katholicisme heel... Ja, ik weet niet of dat eigenlijk wel kan. Want als een katholiek heeft toch een klein beetje boter op zijn hoofd. Zonder meer. Hè? Maar dan nog zegt hij van ja, onder degene van de katholieke hiërarchie, de universele kerkhiërarchie, van degene die dan niet zo zijn, maar zo dadelijk gaan we de trefwoorden horen van wat erbij hoort. Ja, die krijgen allemaal promoties. Die worden naar boven gepromoveerd. The Pope has gained the friendship of the world, but at the price of betraying the truth of the Savior. Hier zegt hij een ernstige beschuldiging. Of uit hij een ernstige beschuldiging. Hij zegt, de paus heeft zich de vriendschap van de wereld op zijn nek gehaald. Ten koste van zijn relatie met onze redder. En dat is Christus Jezus. In crushing good cardinals, faithful orders, orthodox institutions and academies. By elevating and promoting heterodox prelates and by giving... Nou, heterodox, pak ik er even bij. Wat zouden ze daar... Heterodox. Onrechtzinnig. Oh. Andersdenkend. Ja, dat is denk ik het betere. Wat de paus doet, met name de laatste jaren, en niet alleen Franciscus hoor, maar naar mijn mening was Benedictus de 16e er ook al mee bezig en daarvoor Johannes Paulus de 2e ook. Maar dat ze niet langer van iedereen verwachten dat hij iedere zondag naar de kerk komt, want dat pad hebben ze verlaten. En ze willen nog steeds de universele kerk blijven. En dat doen ze dan door iedere vorm van geloof te zeggen, ja, dat hoort ook bij ons. Heb je? Dus stel je wil het monopolie hebben, wat de kerk dan wil op het geloofssysteem. Maar dat wil je hebben voor auto's. Hè? Ja, dan kan je al je concurrenten eruit gaan concurreren. Met enorme marketingcampagnes. Of je koopt al je concurrenten op. Dat is de andere manier. En dan maakt het niet meer uit of mensen dan Volkswagen kopen of Mercedes of BMW of whatever.
Ze kopen altijd een auto die van jou is. En dat is de strategie waarin de kerk nu is, nou, al heel lang, vind ik. Maar nu is meneer John Henry Weston erachter gekomen. Hij is boos. Signs of approval of homosexual acts and abortionists. Ja, en daar hebben we het, hè? Tekenen van goedkeuring voor homoseksuele handelingen en abortus. En dan kan je in het geval van homoseksualiteit dan nog gaan zeggen van ja, maar die mensen buitensluiten uit de kerk, dat is niet, dat is hard naar die mensen toe. Of je die mensen nou ziet als mensen met een aangeboren afwijking, wat, nou ja, dat hoeven we nou geen discussie over te houden, maar dat staat dus absoluut niet vast. Voor zover er onderzoek naar gedaan is, en dat is er naar gedaan, maar dan wijzen al die onderzoeken uit dat het gaat om een vorm van gedrag wat is opgelopen tijdens de jeugd. Op een of andere manier. Wat veel te maken heeft met de relatie binnen het gezin. En dan met name de relatie met de ouders. Maar ook met de oudere broers. Dat telt ook zwaar mee. En ja, zo'n opgelopen eigenschap. Zelfs al wil je daarvan af. En dat staat ook vast. Zelfs al wil je daarvan af. Het is niet makkelijk. Dat lukt 1 op de 3. Hè, van de mensen die er van af zouden willen. Lukt dat maar 1 op de 3. Dus de vraag is dan wat je als kerk moet doen. Ja, en binnen de katholieke kerk zijn er nogal wat mensen die zeggen van ja. Ja, neem Romeinen. Dat is de zendbrief van apostel Paulus aan de Romeinen. En daarin vers 26 of zo. Zal ik hem er even bij pakken? Is toch een screencast. Kunnen jullie dat gewoon met me meelezen? Dat is toch leuk? Ja. Pak even de King James. Maak het uit. Jullie kennen toch wel Engels, zie. Romans, wat is dat? De eerste brief na Handelingen. Dat staat gelijk in het eerste hoofdstuk. Nee, even kijken. Ja, hier staat het dan vers 27. And likewise also the man, leaving the natural use of the woman, dat is dan seks, hè, burned in their lust one toward another, man with man, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error, which was meat. Maar dan weet ik niet helemaal goed de vertaling. Pak ik even Statenvertaling. Nieuwe Testament, Romeinen. Nou, skippen. Eigenlijk moet je alles voorlezen, maar dat doe ik nou niet, hè. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Lust van mannen onderling. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende.
Ja, het hoort niet. En de vraag is dan, moet je het iemand die dit doet, of twee mannen die dit doen, moet je die binnenlaten in je kerk? Daar begint het al mee. En Franciscus, die doet daar heel open over. Van ja, daar kunnen we het over gaan hebben. En dat staat haaks op de brief van Paulus aan de Romeinen. Dus, ja, wat is het dan? En waar staat de katholieke kerk dan voor? Dit probleem heeft niet alleen de katholieke kerk. Dit probleem heeft ook de Lutherse kerk van Finland. Want die Lutherse kerk, jongens, die hebben meegedaan met zo'n gay pride. Zo'n homoparade toestand in Helsinki. En daar zijn een hele hoop Lutherse protestante Finnen weer overheen gevallen. Maar dit heeft de katholieke kerk dus ook als probleem. En dan dat tweede punt is het punt van abortus. Nou, daar kan je echt heel simpel over zijn. Dat mag van de Bijbel helemaal niet. Not. Nada. Nooit niet. Helemaal niet. Ook niet een klein beetje. Ook niet op donderdag. Dat mag niet. En er zijn er mensen en die komen dan met een voorbeeld. En dat staat in het boek Numeri, dacht ik. En dat is iets heel anders. En dat is niet een abortus die daar plaatsvindt. Ik ga het nu niet dat ding erbij pakken, maar je hebt van die mensen die worden dan helemaal verhit als je het hierover gaat hebben. En dan hebben ze iets in de Bijbel gelezen en dan schreeuwen ze het echt hemelhoog. Hier staat dat je abortus mag doen. Nee, dat mag je helemaal niet doen. Abortus is no-go, homoseksualiteit is no-go, volgens de Bijbel, punt. By proclaiming a false ecumenism, by giving false teaching on contraception, cohabitation and adultery, the Pope has shown he allows himself to be led by a spirit contrary to that of the gospel. Kijk, adultery, dat is overspel. Dan krijg je met zijn tong uit zijn mond, dat doe ik hem niet aan. Oké, dit is beter, ja. Adultery, dat is overspel. Dat is verschrikkelijk. En die andere dingen die dit er ook eventjes bij noemde. Hè? En dit wil je. En dan verplaats ik me even in de schoenen van John Weston. John Weston accepteert de discrepanties van de katholieke kerk met de inhoud van de Bijbel. En dat zijn er dan een aantal. Bijvoorbeeld in Matthäus staat, noem niemand op deze wereld je vader. En dat doen we dan wel in het geval van de katholieke kerk. En Mozes heeft bij zijn tweede gebod gezegd, van we gaan niet knielen voor een beeld. Want God is bijzonder jaloers van aard. En dat doen we dan toch. En ze hebben nog een paar dingetjes meer. Als je het hebt over overtredingen van, of ja, of je het hebt over de conflicten tussen het dogma, de doctrine van de katholieke kerk, waar dat conflicteert met de Bijbel, dan heb je het denk ik over 10 à 20 zaken. Nou, en iemand als John Weston, die accepteert die 10 à 20 afwijkingen. Waarvan ik dus vind, ja, je moet het helemaal niet accepteren. Dat is wat ik vind. Maar goed, John Weston accepteert dat. En de rest van de Bijbel, die wil hij dan voor de volle overgebleven 99,8%. Qua woorden. Het is natuurlijk maar zoveel procent van de woorden
Maar je kan niet zomaar uit de Bijbel een paar woorden wegknippen. Als je één keer gaat knippen in de Bijbel, ja, dan moet je eromheen ook gaan knippen. En ja, voordat je het weet, ben je de helft van de Bijbel aan het wegknippen. En dan is de Bijbel alleen nog maar in den beginnen is iets gebeurd, want dat was het begin. En ja, daarna was het afgelopen. En het was alles bij elkaar, een hele overtuiging. Kijk, ik heb begrip voor iemand als John Weston dat hij op zoek is naar die moraal en dat hij het een edele taak vindt dat een organisatie het op zich neemt om die moraal onder het volk hoog te houden. En daarbij hoort dus het in stand houden van gezinnen. Papa en mama met kindjes, papa en mama blijven bij elkaar. Die gaan niet lopen soepviolen. Dat soort dingen. Iets waar de paus heel makkelijk over aan het doen is. Other than by the Holy Spirit, who would be available... Oh ja, en dan zegt hij ook nog, en dan wordt de paus geleid door een andere geest dan de Heilige Geest. Nou, welke andere geest is er nog behalve de Heilige Geest? Volgens de Bijbel. Er is maar één. Dat is de geest van Satan. Dus hij beschuldigt hier de paus van het luisteren naar meneer den Duivel. Met zijn fijne demoontjes. Pope as to no one else. Pope Francis has encouraged pastors to have the smell of the sheep. Also, however, a pastor should have the smell of Christ. The sheep know the smell of a pastor made in the mold of Christ. Faithful Catholics all know when we encounter a faithful son of Our Lady in a pastor. We see it in his devotion at Mass, in his demeanor at prayer, in his homilies and teachings, in the advice he gives in the confessional, in his admonishing sinners and encouraging the faithful. The good priest's friends are the most faithful. While those who seek to destroy the church by remaking her in their own images make themselves the good priest's enemies, while that good priest prays for their conversion nonetheless. The faithful know a good priest. We may be fooled for a time, but eventually we come to know the truth. Wat hij net zei, want dat was gewoon een aardige vergelijking, dat hij zei, de paus zegt dat het normaal is dat een schaapherder ruikt naar schapen. Waarmee de paus bedoelt dat de priester, die hoort dan van onbesproken gedrag te zijn, maar die gaat om met de schaapjes. En die schaapjes zijn per definitie niet van onbesproken gedrag. Dus ja, je moet accepteren dat de schaapherder een beetje ruikt naar de schaapjes. Oh, ben je soms schapenhoudig? Je ruikt een beetje. Hè? Dus dat een priester af en toe wat gaat doen waarvan je denkt van ja, dat is niet echt wat je moet doen. Hè? Dat keurt Franciscus dan eigenlijk een beetje goed. Hè? Want de priester mag ruiken naar zijn schaapjes. All that is not to say that we don't love Pope Francis. Indeed, it would not be love at all to gloss over these monumental concerns and be silent about them. Because in them, he is harming himself most of all. Dat is een mooie politieke opmerking. Dus hij zegt, het is niet zo dat wij, want hij vertegenwoordigt een club hoor, ga er maar vanuit. Het is niet zo dat wij niet van Pope Franciscus houden. Wij zouden niet van hem houden als we hier zomaar overheen zouden stappen. Dus juist het feit dat wij deze kritiek uiten is een blijk van onze liefde voor Franciscus, die wij willen vertellen dat hij op deze manier met name bezig is om zichzelf schade toe te brengen. He will have to answer to Christ at judgment just as we all will. Hè? Dus John Weston zegt, paus Franciscus zal zich moeten verantwoorden bij Christus.
De katholieke kerk is in zoverre christelijk dat ze wel degelijk spreken over een hemel en een hel. En een dag des oordeels. Die komt ook voor meneer Franciscus. We must continue to pray for the Pope every day. Pray for his conversion. I'm not judging his motives. His conversion. Dus zij gaan elke dag bidden en geloven naar mate, dat gaan ze echt doen. Voor het feit, voor de wens van deze mensen, dat de paus zich gaat bekeren. Dat is om je te bescheuren. In fact, I'm assuming he believes what he is doing is benefiting the church. But what is plainly obvious is that what is being set up is a false church and a false image of Christ. A reasonable church that contravenes doctrine in hard cases. A church that suggests that hell is empty. A church that sows doubt about the truth. Ja, dat heeft dus kennelijk... Dat zal Franciscus hebben gezegd. Dat de hel leeg is. Dat, daar heb ik hem niet op betrapt. Maar dat komt er dan op neer dat als een mens sterft, en ik laat nu even dan het geloofdogma weg, hè? Kijk, als we het helemaal seculier gaan beschouwen, of jullie nou zelf gelovig zijn, dan moet je even, moet je dat maar even accepteren dat je dat ook kan doen. En als je niet gelovig bent, dan moet je nu juist blijven luisteren. Want dan neem ik alleen maar de logica als grond. De taal, de logos, de reden. Nou, het zit als volgt in elkaar. Materie kan uit zichzelf geen bewustzijn voortbrengen. Er kan als een schok voor je komen, maar als je daarvan geschokt bent, punt 1, als gelovige kan je daar niet van geschokt zijn, want als gelovige accepteer je het begin van de Bijbel en daarin staat de Bereshit, Bara, Elohim, Hashemayim, Haaretz. Goed hè, dat ging weer eens voorbij. Nog even een beetje aan mijn uitspraak werken en dan komt alles goed. Kijk, wij als gelovigen accepteren dat direct. Dat de materie is veroorzaakt door bewustzijn. En wij noemen dat bewustzijn, die kracht noemen we dat eigenlijk. Dat staat er letterlijk. Dat bewustzijn is power. Is een veelheid van krachten. Elohim zou je moeten vertalen als powers. Machten. Voor de seculieren geldt dat er is vastgesteld, en dat is niet bij experiment gedaan, nee, dat is alleen gedaan met pen en papier. Hè? Kortom, het is vastgesteld zonder dat het weerlegd kan worden. En het kan ook niet weerlegd worden, want als je het zou willen weerleggen, wat je dan moet doen is dat je een hoeveelheid materie neemt. En jij mag kiezen welke materie. Koperatomen, heliumatomen, zeg het maar. Maakt me niet uit. Voorgekookt koolstof, zeg het maar. Bestraald radium, het maakt mij helemaal geen donder uit. Uit elkaar gepeuterd beryllium, wat je maar wil. Maar je neemt een hoeveelheid materie. En dan neem je daar een bepaalde hoeveelheid tijd bij. En jij mag ook nog, als je dat belangrijk vindt, daar een lichtbron of een andere stralingsbron bijhouden. Van licht, warmte, radiogolven, tv-golven, zeg maar. Op laten stralen. Gebeurt helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Daarom is het experiment ook nog nooit uitgevoerd, omdat bij iedereen wel weet dat materie, dat komt niet tot bewustzijn. Nooit niet. Helemaal nooit niet. Materie komt tot stand door bewustzijn. Zo zit het in elkaar. Dat is de enige vertaling vanuit de logica. Nou, jij hebt bewustzijn of niet?
Ik hoop het van wel, want anders zit je niet naar mij te luisteren. Nou, en dat bewustzijn van jou is niet veroorzaakt door je lichaam. Dus als jouw lichaam ermee ophoudt, is er geen enkele reden om aan te nemen, omdat het lichaam namelijk niet de oorzaak is van jouw bewustzijn. Is er geen enkele reden om aan te nemen dat als iets wat wegvalt en wat niet de oorzaak was van jouw bewustzijn, iets wat niet de oorzaak was, valt weg. Je lichaam gaat dood. Iedereen denkt, wow, Piet is dood. Waarmee is alleen maar bedoeld dat het lichaam van Piet gaat heel raar ruiken. En hij zegt helemaal niks meer de laatste tijd. Maar dat wil niet zeggen dat jouw bewustzijn voorbij is. Hoe kom je erbij? Want jouw bewustzijn is veroorzaakt door iets anders. En als dan dat lichaam weggevallen is, dan is dat bewustzijn, dat krijgt dan een andere manier van aanwezigheid, want dat bewustzijn heeft dan geen lichaam meer. Maar het is niet weg. En doet het ertoe wat dat bewustzijn met dat lichaam heeft gedaan tijdens het leven, in het bewuste van dat bewustzijn? Ja, natuurlijk. Dus het zou te gek voor woorden zijn omdat er niet toe deed. En kan je na afloop van je leven denken, jeetje, mijn kreetje, ik heb er een ongelofelijke puinhoop van gemaakt en ik durf me niet te vertonen. Ja, zeker kan dat. En dan is het te laat. Dan heb je Corrie Konings. Corrie Konings? Ja, met dat mooie lied. Huilen is voor jou te laat, het gaat niet meer. Ja, precies, dat is de hel, man. Dat is wat Christus ook op hamert. En let erop dat je bij leven, als je nog kan kiezen, dat je kiest voor de waarheid, dat je kiest voor de weg. En dat je kiest voor het leven. De moeder van mijn kind heeft het tweede kind laten vermoorden. En om dat goed te praten, heeft ze dat in de buurt, in de ronde verteld, dat ik haar heb verkracht. En omdat zij verkracht was door mij, dat het daarom voor haar gerechtvaardigd was om dat kind te laten vermoorden, want het kind was verwekt tijdens een verkrachting en zij had dan ergens gelezen dat bij een verkrachting dan is een abortus niet zo erg. Want dan mag dat wel. Maar dan moet je wel verkracht zijn. Dus heeft ze verteld dat ze verkracht is door mij. Toen heb ik tegen haar gezegd van ja, maar ik heb je helemaal niet verkracht. Want ze vertelde dat ook aan mij, hè? Dat ze dat verteld had. Van nou, zo heb ik het hier in de buurt verteld. Dus als je ooit nog een buurvrouw spreekt of een buurman of zo, dat je even weet hoe ik ze geïnformeerd heb. En ik tegen haar van, hey, homo. Ik was boos natuurlijk, hè. En nou ja, en als je mij, hey, je trut. Ik zei, ik heb je helemaal niet verkracht. En dan moest ze lachen. Toen zei ze, nee, dat weet ik ook wel. Maar op deze manier krijgen mensen een beter, correcter beeld van wie jij nou werkelijk bent. Ja. Zij heeft dus het leven in haar buik, wat niet van haar was. Dat was het leven van een andere mens. Dat leven van dat andere mens heeft ze laten termineren. Dat heet moord. Punt. Dat is het niet, heeft niks te maken met het leven. Zo'n handeling dus. En punt 2. Ze is gaan lopen vertellen dat ik haar verkracht heb. Maar dat is een leugen. Dat is geen waarheid. En is dat de weg van wat die mevrouw bewandeld heeft? Nee, natuurlijk niet. Dat is namelijk zomaar wat doen. Ja, maar daarvoor heb je geen lichaam gekregen. 3-dubbel overgehaalde flapdrol. Om zomaar wat te gaan doen. En daar waarschuwt Jezus voor. En dat weet John Weston. En dan mag je zeggen, het is een katholiek. En mag je van alles van hem zeggen. Maar dat weet John Weston. En het is de taak van ieder mens, ook van de katholieken, om de medemens te waarschuwen. En tegen de medemens
te vertellen en duidelijk te maken dat iemand heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de paus die doet alsof het er niet toe doet en dat de hel, ach nou ja, je leeft en nou dan heb je geleefd en dan gaat je lichaam gaat eraan. En nou, er is helemaal geen hel. Ja, en maar neus never, nooit niet. The presence of Christ in the Eucharist, a church that puts out political considerations such as immigration policy and environmentalism above non-negotiable teachings on abortion, is a false church. Hoppakee. Nou, dit is de... Ik weet niet hoeveel power deze organisatie heeft. Ik weet dat kardinaal Wim Eijk, dat is de kardinaal van Utrecht, dat dat een goede vriend is van John Weston. Dat weet ik. Ik weet dat hij nog meer, kardinaal Müller is er ook een. Goede vriend. Nog een keer naar hem luisteren. Dit was erg goed. Dit geweldige... Misschien ga ik iets te ver terug, maar dat hoor je wel. That contravenes doctrine in hard cases. A church that suggests that hell is empty. Ja, dus hell is empty, hè? A church that sows doubt about the true presence of Christ in the Eucharist. A church that puts out political considerations such... Dat is hem. Dat wat hij zei over de aanwezigheid van Christus tijdens de Eucharistie, dat moet je maar met een korreltje zout nemen, maar... Wat mij betreft dan, hè? Dat neem ik met een korreltje zout. Je hoeft niet alles na te doen wat ik doe, maar... Hè? Maar het begint hier als je komt over die politiek. A church that suggests that hell is empty. A church that sows doubt about the true presence of Christ in the Eucharist. A church that puts out political considerations such as immigration policy and environmentalism. Ja. Een kerk die standpunten aangaande massale immigratie en de zorg voor het milieu belangrijker vindt dan niet onderhandelbare zaken. Above non-negotiable teachings on abortion is a false. Zo niet onderhandelbare zaken zoals abortus, heeft meneer Weston helemaal gelijk in. Dat is, wat zegt hij dan? A church that puts out political considerations such as immigration policy and environmentalism above non-negotiable teachings on abortion is a false church. Dat is een valse kerk. These are serious charges, yes, but it doesn't take a theologian to recognize when the faith is being distorted. We won't leave the church. This is the one true church and there is no other. We shall fight for Christ's truth in the church because we are ready to die for this faith. We pledge to be truly devoted to Our Lady as we never have been before. For we know that in the end her Immaculate Heart will triumph. She warned us that these times were coming, that the final battle between our Lord and the reign of Satan would be over marriage and the family, and it is here and now. Standing with Our Lady, we are not fearful. We say with her, Amen, so be it, to all that the Father allows in this suffering of the mystical body of Christ. We know the resurrection follows, and we can rejoice even now in that knowledge, since the depths of suffering make the ultimate victory even more miraculous. For LifeSight News, this is John Henry Weston, and may God bless you all. No. Uit respect heb ik hem even uit laten spreken. Ik ben geen katholiek en dat zal ik niet worden ook. Aan de andere kant, iedereen die snapt dat je dat abortus een gruwel is, dat de homoseksualiteit, er is wat mee. Dat is... het is... moet je me erg mee oppassen. Want je wil die mensen niet direct voor het hoofd stoten. Maar het is geen goed nieuws. En in zekere zin is homoseksualiteit nog besmettelijk ook.
Ja, niet in de zin dat het een bacteriën de infectie of zo oplevert, maar... Het is niet goed voor je club, voor je samenleving. En je krijgt er weer kapotte gezinnen van en dat leidt weer tot... En een organisatie, en John Weston is dan van de katholieke kerk, maar dan van die kant van de katholieke kerk, die snapt dat die kerk zich niet moet bezighouden met zaken als het milieu en een standpunt formuleren over massa-immigratie. Want daar zitten ze niet op te wachten. En dat zijn dingen die horen bij de politiek en niet bij de kerk. En hoe gaat het aflopen? Ja, ik weet het niet. Ik vind het wel interessant. En ik vind ook ik vind het bemoedigend dat er binnen de katholieken personen zijn die voldoende kennis hebben van de schrift om in te zien dat dat wat van bovenaf gedirigeerd wordt, dat dat niet klopt. En dat er ingegrepen moet worden. En dat die synode die eraan komt, die Amazoniaanse synode, die gaat niet plaatsvinden in de Amazone, by the way. Die gaat gewoon plaatsvinden in Rome. Maar die wordt dan vernoemd naar de Amazone. En de inhoud van wat ze gaan bespreken, dat is al gepubliceerd. Daarom weet John Weston er ook van. John Henry Weston ervan. En andere mensen ook. En die inhoud van die synode heeft helemaal niks te maken met de Amazone. Dus de Amazone als naam wordt er even bijgesleurd om een soort milieuvriendelijk tintje te creëren, neem ik aan. Dat is het. Dat is alles. En dan gaat die politieke agenda gewoon door. En ik mag hopen voor het zielenheil van alle katholieken dat deze beweging van John Henry Weston, dat die doorgaat. En desnoods maar een scheuring in de kerk oplevert. Dan, dat lijkt mij dan beter dan dat ze dit met de mantel der liefde gaan toedekken. En ik denk nu John Henry Weston dit heeft ingesproken op YouTube. En nou, er is dan... Het is vandaag gepubliceerd en er zijn nu 448 views geweest. 49 mensen hebben een duimpje omhoog gedaan. 5 mensen een duimpje omlaag. Nou, dat is toch een verhouding van een factor 10. En John Henry Weston heeft meer dan 6000 subscribers. Ik weet niet of dit voldoende momentum heeft om door te slaan. Misschien moet het nog veel en veel erger worden. Ik weet het niet. Ik heb dit voorbereid en ik heb dan alleen deze video gebruikt, maar ik heb er nog meer, had ik er klaargezet. Die kon ik er eventueel ook bij gaan doen. Heb ik niet gedaan. Dit vond ik zo kernachtig. Maar in die andere 2 video's die ik had aangaande dit probleem, ja, dan wordt er bij stilgestaan dat de katholieke kerk het zwaar aan het verliezen is van bijvoorbeeld de Pinkstergemeente in regio's zoals Zuid-Amerika,
En dan in het bijzonder Brazilië hadden ze het over. Dus in Brazilië, waar, ja, dat was ooit, was Brazilië voor 90% katholiek. Dat is mooi voorbij. Er is nog 10% of zo. En een groot aantal mensen hebben het geloof helemaal vaarwel gezegd. En een groot aantal mensen is bij de Pinkstergemeente gegaan. En de reden die daarvoor werd aangedragen was dat de Rooms-Katholieke Kerk, de Romeinse Universele Kerk, zich alleen nog maar bezig hield met wereldse zaken, zoals dingen voor het milieu en het homohuwelijk en dat soort dingen. Terwijl er helemaal geen aandacht meer was voor zaken als drugsgebruik. En kapotte gezinnen. En scheidende ouders en huilende kinderen. Terwijl de Pinkstergemeente, die zagen dat wel als de issues. En waren wel bezig om die gezinnen te steunen. En de mensen in te prenten dat het zin heeft om je te onthouden van drugs en overmatig drankgebruik. En overspel. En te zorgen voor je vrouw en je bloedjes van kinderen. En daar niet op los te leven alsof het elke dag carnaval is. En daar lopen de Braziliaanse gelovigen dan naar binnen. En dat betreuren een hele hoop katholieke medewerkers. En wijten dat aan het wereldse beleid. Wat dan heden ten dagen door kardinaal Bergoglio, want dat was hij voordat hij paus werd. Hij was kardinaal. Ja, wat hij allemaal aanslingert. Ze zijn uitermate boos op die man. Tja. Nou, ik zou zeggen, dit wordt vervolgd. Dus ik zal dit kanaal in mijn... Ik heb zo'n serietje bookmarks. En die open ik elke dag, soms wel twee keer per dag. Om te kijken wat er staat. En dan ga ik dit de komende tijd wel in de gaten houden. En als er weer wat op gaat verschijnen, het is nu vandaag 4 oktober 2019. Ik hou het de komende tijd in de gaten. Ik ga nog even, dit is het laatste, ik ben aan het afronden hoor. Maar even kijken wanneer die synode is. Dit is de officiële website, neem ik aan. En wanneer is hij dom? Ik zie hem niet eens staan. Contact us, even daar kijken. Nou, naar zich. Ik kan het niet eens zo snel vinden. Maar het moet er binnenkort zijn, neem ik aan. Who are we?
Ik heb gehoord dat dat was iemand en die kwam uit Brazilië. En die zei van ja, met die Amazoniaanse synode, dan doen ze zo van ja, en de autochtone bewoners van de Amazone en die blablabla. Terwijl die zei, nou, dus nog maar 10% van wat er in het Amazonegebied woont, is überhaupt autochtoon. De rest is allemaal van buiten. En er wonen niet zo gek veel mensen, by the way. Maar overdreven gedoe. Hij kan het niet vinden wanneer het nou is. Dat is wel jammer. Wacht eventjes. Ach nee. Het is morgen, zaterdag 5 oktober. Oh, dat is erg makkelijk te vinden toch wel. In Rome, ja. Dan krijg je dan hier de ochtendsessie. Heb je 3 sprekers in de ochtend en dan na de lunch. Dan krijg je er nog een aantal. Dan krijg je denk ik avondeten. Oh nee, dan is het afgelopen. Ja, ja. Ja, dat wordt een spannend morgen. Ik denk dat John Henry Weston binnenkort wel weer komt met iets. En dan weten jullie het ook gelijk. Ja? Nou, het is een mooie ingelaste nieuwsuitzending. Echt nieuws. Ik ga hem vandaag nog uploaden. Dat jullie dat allemaal bij kunnen houden. En de linkjes, ja, je kan zelf natuurlijk ook. Je kan het allemaal zo lezen, toch? Hier, panamazonsynodewatch.info. Ja. Je kan er nog naartoe gaan, Hotel Quirinale, in de Via Nationale nummer 7, postcode 00184 in Rome. En via betekent weg, dus de Nationaalweg in Rome. Oh, er zit ook een metrostation. Dat is een eindstation of zo. Ja, het begint al om 9:30, dus opschieten jongens. Hey, maar alle gekheid op een stokkie. Ik kom hier wel op terug, denk ik. En op zijn hamburg zeg ik tegen jullie, tjus en dag lieverds.